Pas op met pushen, jongens. Wacht, ik hou sowieso wel die andere kant. Ik heb iemand geraakt, Taro. Max heeft iemand gedown. Oh, ja, nee, lekker! Boom! Hoppa! Hallo kijkers, mijn naam is Roy en welkom bij de allereerste aflevering van een nieuwe game weer op mijn kanaal. Het is namelijk Rainbow Six Siege van Ubisoft. Misschien heb je er wel eens van gehoord, misschien speel je het zelf al, misschien heb je er nooit van gehoord. In ieder geval, het is een super vette game waar twee teams het tegen elkaar gaan opnemen. Het gaat altijd om een objective. Eén team moet aanvallen, ander team moet verdedigen. Je hebt allemaal karakters, het is echt super vet. En vandaag ga ik het dus voor het eerst spelen voor YouTube. Ik ben er nu al een tijdje mee bezig met het spel. Ik heb het al een tijdje nu gespeeld, of nou ja... Het is het anderhalve week of zo, nog niet eens denk ik. Dus ik weet nu al een beetje hoe het werkt. Het is echt super leuk. En wij gaan nu gewoon een online potje spelen met z'n vijven. Ik ben hier vandaag namelijk met Sven, met Max, met Jan Bas en met Ido. Ja, dat klopt. Yo boys. Hey. Yo, en dat is dus de squad voor vandaag. En trouwens, deze, er komt elke week om 7 uur 's avonds op de woensdag... komt er een Rainbow Six Siege video online. Dus dat kan je alvast noteren als je dat leuk vindt. Als je elke woensdagavond er klaar voor zit, zou natuurlijk super tof zijn. Dus elke woensdagavond Rainbow Six Siege. Vanavond is die dus op een andere dag. Maar dat had zo, dat had zo zijn redenen. Namelijk dat het even niet uitkwam met inplannen en dergelijke. Dus we gaan nu gewoon een potje zoeken. En dan ja, gaan we het zien. Goed, we gaan de map spelen, Bartlett U. Ja, ik heb de map wel gespeeld, maar ik ben nog niet echt van de naam of zo. Let ik nog niet echt op. We beginnen altijd met aanval, dat is wel even leuk om erbij te zeggen. Maakt niet uit wat we doen, maar we beginnen altijd op aanval. Ja, ik neem altijd Buck, dus ik ga ook even uitleggen. Buck, die heeft een shotgun onder zijn wapen, dat is zeg maar zijn special als het ware. Dus het is een assault rifle en tegelijkertijd zit er ook een shotgun op. Dus die kan je als special activeren en dan kan je dus van dichtbij ook super veel damage doen. Voor de duidelijkheid, mensen die dus deze video kijken en denken dat ik echt vette pro ben of zo, zeker niet. Ik ben het spel nog aan het leren, dus als ik rare foutjes maak of dingen doe die best wel noob zijn, hierbij alvast mijn excuses daarvoor. Maar dat is natuurlijk omdat ik de game nog aan het leren ben, aan het experiencen. En ik probeer zo goed mogelijk in te worden in zo'n korte tijd, want dan kunnen we gewoon lekker competitive gaan spelen. Bij de level 14 volgens mij, bij level 20 mag je competitive spelen. Dus ik ben al aardig eindje op weg. En ja, we zijn dus met z'n vijf, dus dat is wel leuk. Dus jongens, we gaan een goede strategie voor dit potje. Gewoon goed communiceren met elkaar. En dan gaan we gewoon beginnen. We beginnen dus als aanvallers, we beginnen met een drone ronde. Hey, dus nu gaan we het huis in als het ware. Vind de gijzelaar, schakel de vijanden uit. Okay, of schakel de vijanden uit. Dus of we moeten de gijzelaar, die zijn gegijzeld hebben, moeten we escorteren. Dus dan hebben we gewonnen. Of we moeten gewoon alle guys doodschieten die de hostage verdedigen, als het ware. Daar komt het nu. Maar we moeten nu allereerst zoeken waar die hostage is. En daarom heb je dus een drone ronde bij de aanvallers. Lekker, Jan Bas, jij hebt hem gevonden. Nice, waar is die? In de main office. In de main office, kijk. Het is trouwens misschien een leuk weetje. Het is een universe, oftewel Bartlett U universe. Oh, zit je hier gewoon lekker te spieken, Sven? Ja, dat klopt wel, ja! Hey! Dat hadden we wel gespot. Oké, daar gaan we dan! Nou, jongens... Oh, zo, what the fuck was dat? Het is wel leuk dat we als attacker beginnen. Ja, dat is nieuw, toch? Ja, dat is echt nieuw, dat gebeurt nooit. Dus dat is hey, Insurgent! Nice. Hey, dit is wel overigens de spawn kill map, waar iedereen altijd spawnt. Hey, kan ik ronden, ja? Ik ben gespot, dus er zijn camera's, jongens. Oh, jee. Het werkt. Waar are those camera's? Ik heb een raam kapot gemaakt volgens mij. Oh, je gaat omhoog en vast en naar beneden. Ah, ze hebben de ramen geprotect. Kut. Oké, dat is even jammer. Kom hier, jongens. Roy, kom omhoog. Ja, waar ben je? Hier, kom. Ja, I don't know waar je bent. Oh, daar ben je. I can see. Oh, jij gaat het ding opblazen. Oh, nice. Okay. Nee, onderweg. Zo. Oké, wacht. Zien we niks? Oké, kijk de camera in, zie niks. Ja, daar gaat een drone naar binnen. Oh, ja, dat was wel een hele goeie. Dat ga ik ook doen. Sven, in de kamertje waar jij nu zit, zit ook niemand. Komt hij eruit? Kom, nee, let's go. Oh, ja, maar ik weet niet hoe ik aan mijn... Oh, zo ga ik aan mijn camera. Oké, okay, nice. Er zit niemand. Oh. En wie is er? Eentje loopt op de trap. Eentje loopt op de trap. Op de trap? Ja, letterlijk... Max, voor je neus. Oh, damn. Zie hem. Ze gaat snel ineens. Zo, ik heb er eentje, die zit daar, die zat binnen. Zat. Die kwam van boven naar beneden. Eigenlijk. Oh shit, ik heb wel een granaat gegooid. Misschien gaat hij daar nog dood van. Denk het niet, die gaat snel rennen natuurlijk. Nee, helaas. Ik dacht dat hij achter de tweede kast zat, maar hij zat blijkbaar achter de eerste kast. Dus dat werd voor mij niet echt chill. Even kijken, wie is nog alive? Jij bent nog alive, toch, Jan Bas? Oh. Ja, nou niet meer. Jammer. Jawel, een kill.
Maak ze kapot! Ja. Wie is dit? Ja, dit ding is echt waardeloos. Ik pak wel maar een pistool. Oh, je hebt hem! Ja, je moet hem killen, je moet killen. Nog eentje, Ido, pas op. Pak je eerste shotgun. Oh, wat ziek, Ido! Nog één! Zegt hij. Nog één, Ido! Waar is die laatste? Stil, stil, stil. Holy shit. Reload je shotgun. En schiet de camera. Dus kijk hem even de camera, zie je dat? Ik zie geen camera, ik ben echt... Rechts. Rechts. Achter die pilaar. Ja, achter die pilaar. En doe ik het. Goed. I'm scared. Alsjeblieft, reload je shotgun. Precies, reload hem, reload hem. Kom op, Ido. Go for it. Go for it, Ido. Doe het. Dit is jouw moment, jongen. Wees Ido. Ik bedoel, wees geen Ido en doe het. Wie Ido? Dat gaat fout. Ik kan het, Ido. One tip, niet op de hostage schieten. Nee, nee, nee. Dat begrijp ik nog. Kan het, jongen. Jullie zetten me onder druk, dat moet je niet doen. Geen met je bukken. Ik kijk echt super veel mensen mee momenteel naar de opname. Dus, oh jee. Ga je allemaal noemen? Ja, niet dat je shot kan opschieten. Ja, kan wel hoor. Ja, maar dan nee, heb je niet zoveel. Pak je shotgun dan. Als je er eentje pakt. Kijk, go. Blaas die fucking deur op en schiet kapot. Gebruik je special, je hebt zo'n flashbang, hoor die onder de deur door. Maar dan moet eerst de deur kapot, dan hebben we weinig. Go for it. Nu go. Ja, je bent immuun voor flash. Oh. Go, go! Ga open! Hij zit daar, hè, in die kamer. Go, Frits. Oh, ja, hij staat er rechts op de hoek! Hij staat rechts op de hoek! Ja. Oh, fuck! Hij was wel vies aan het campen, dat is POV. Ja, jongens, wij vinden dit spel echt geweldig, dus hopelijk jullie ook, als je dit spel ook leuk vindt. Nou, trouwens, dat kan je pas oordelen na het verdedigen, want verdedigen moet je echt gezien hebben. Ik neem altijd Frost. Waarom neem ik Frost? Heel simpel. Frost heeft berenklauwen, zoals ik altijd noem, van die grote berenvallen. Daar heeft ze er 3 van. En die kan je echt fucking vies neerleggen. En dan, als je het goed doet, dan stappen gewoon mensen erin. Dan gaan ze in één keer down, dus dat is superleuk. Dus ik leg die dingen meestal neer bij ramen en zo, en bij deurtjes, en dan ga ik het barricaderen. Ja, jullie gaan het allemaal wel zien, het is superleuk. Ik vind Frost bij Defenders denk ik wel een van de leukste characters. En welke ik ook leuk vind om te spelen is Shafira heet ze volgens mij. Dat is die sluipchick. Die kan gaan sluipen en dan horen mensen je voetstappen niet. Die is ook heel leuk. Die heet Shafira toch? Cafiera. Kijk, ik zat in de buurt. Cafiera. Cafiera. We hebben eigenlijk legit dezelfde plek, ja. Is het altijd met hostage? Hier bij de trap. Als ze dan een trap oplopen, dan heeft de trap op. Kijk, wacht, ik ben nu gewoon een enemy, ja? Die doet dat zo. Oh, kijk, daar is iemand. En dan, voep, loopt er zo meteen. Dus dat is een goeie, denk ik. Even kijken. Je kan barricaderen. Oh, dat is wel een goeie, dames, want hier kunnen ze wel langs lopen. Hey, booby trap. Booby spotted. Er rijdt echt zo'n karretje binnen ook. Ja, hier dan, wacht. Check, hier. Ja, nu hebben de enemies dus drones, by the way. Dus nu rijden zij rond met drones. Zij zijn aan het zoeken waar wij zitten. Toch, jongens. Have fun. Hey, jongens. Hoi. Right, nou, dan zitten wij met z'n tweeën hier. Hey, wacht, er is een drone. Ja. Let's go, hey, de gijzelaar is vertrokken, nice. Vlak van een nieuwe hero. Hey. Sven. Ja, Sven. Ja, oh. Mag ik ze komen? Hey. Fuck jou. Hey, doei. Oh, kut. Nee, no, no. Oh, ik was net te tijd. We horen dit raam hier wordt kapot geschoten. Jongens. Oh, shit. Ja, kut, ik kan ook nog muren barricaderen, maar dat ben ik vergeten. Sorry. Ik maak ze wel kapot. Oké, even luisteren. Ik reinforce nog gewoon wat. Ja, één muur daarnaast. Zo! Holy fucking shit. Volgens mij zijn ze bij de trap. Luisteren. I'm scared, boys. Ik hoor nog niks. Ik ook. Oh shit, explosie weer. Ik heb een raam gemaakt. Waar komt die de destination vandaan? Wat? Sven die maakte een raam. Ik kan een raam maken. Bij mij is er zoveel dust hier ook. Oh ja, ze zijn bij mij, Waar is jij? Volgens mij zijn ze hier links van mij. Maar ik zit hier echt heel sneaky in een hoekje, dus dit kan wel leuk zijn. Geen shit meer door die dust. Kom, sorry voor mijn raam, Max. Ja, ze zijn bij mij, Volgens mij hebben ze mijn trap kapot geschoten. En wij kunnen niet naar jou komen, behalve als we alles kapot gaan maken, denk ik. Corona. Ja, wat? Waar komt hij vandaan? Ik word van jullie kant beschoten. Hij zit gewoon recht voor jullie deur. Hij zit gewoon hier. Ja, daar zit hij gewoon te staken, die vieze stinkert. En dan ben ik niet kapot natuurlijk. Man. Oh. Kut, ik ga straks een andere character pakken, jongens. Dat is Defender. Stomme bout. Oh, is. Nee. Zijn we nog 10 seconden? Max, blijf je haar positie houden. Defend. Er komt er een. Ja, lekker. Nice, jongens. Dat leest nog even goed. Dat is echt super chill. Lekker. Mag ik je kaal?
Wacht, ik... I want your card. No. Ha, ik knal tegen die muur aan. Kunnen jullie mij nou steeds horen, ja? Ja, hoor je. Zijn ik al checken. Oké, ik ga weer met Buck. Sure. Let's fucking go. Shotgun. Net, ik vond trouwens wel echt dat ze op een kutplek zaten, de eerste attacking. Zijn even een grote neus. Oh, ja, Sven. Kapitaal. Why are you hating? Zijn neus is gewoon gelijk met de rest. Veel te groot. Oh, dan gaat Jan Bas weer op met zijn montaigne. Waarom heet je amateurtje? Ja, weet je nog wat de naam hiervoor was? Ik denk als er een opname. Weet je waarom? Hij wil met hun het Mike. Oh, alright. Mike lijken. Mike. Mike. Wat Mike. Niet hier. Mike. Oké, let's go up. Ik ga hier gewoon zoeken voor die mecholtjes. Waar zijn ze? Boys. Niks gezien. Oh, enemy spotted. Spotted. Wel taggen dan, hè? Ja, ik heb mensen getagd. Je moet daarheen gaan waar ik ze getagd heb. Insertion in 10 seconds. Maar waar is die hostage? Wat nou, Roy? Ja, ik zit op hun plek. Achter het bureau. Oh, achter de desk zit hij. Oké, hij zit op precies dezelfde plek als waar wij net zaten, jongens. Ja. Exactly the same fucking place. Maar hebben ze daar raam? Ik zat in mijn droom. Ja, hier is een raamdak. Als het goed is, is dat hier. Of is... Ja, hier. Ja. Maar hier hebben we niet zoveel, want ze zitten verderop. Dus ik deed al top om uit mijn droom te komen. Dat werkte niet. Niet? Nee, dat werkt niet. Hé, waar is ze dan? Waar hun waren? Ja, dat weet ik niet. Volgens mij was het hier, maar dat weet ik niet zeker. Letterlijk volgens mij dezelfde plek waar wij net zaten. Ja, dat klopt. Dus, ja, dat I know, maar... Oh, nee, ik val. Oh. Wat? Er zat iemand bij dat bij die. Hebben wij een vijver? Roy, Sven, ik vijver. Vijf jij hem, Sven, of niet? Where you went? Where is hij? Boven? Nee, hij ligt onder, Oh. Hij is naar beneden gevallen. Ja, ik wilde grappelen, alleen ik vergat spaatsen te klikken, dus ik... Oké, ik blaas dit ding wel vol. Hopelijk werkt dat zo. 1, 2. Mag, dankjewel voor de punten. No problem. Sven? Oh, dat kan ik niet breken. Kan je niet breken. Nee, hier zit er wel eentje daar, Max, pas op. Schiet mij al 3 keer overhoop. Kan ik niet. Hoorde iemand. Max, watch out. Ga je erin? Oh, what the... Fik erin. Raam, Max. Wist het, lekker voor je. Kom ik, Sven. Oh, dit iron sight. Zit hij ook daar? Wacht. Wait. Zo. Is oké, kom. Problem solved. Ik heb die iron sight, dat is echt heel veel. Hier. En hier is dat van het clearen. Nee, hier zijn ze niet. Oké, dan ga ik door die kamer, denk ik. Ik ben ook aan het rennen met spin. You mean spotted. Daar ligt de trap van Frost. Waar is het ook weer? Ik heb van Frost is kapot. Die binnen lag, zeg maar. Bij ze. Hallo boys, het is deze. Gasten, ben je nou echt serieus, Sven? Echt ik fucking serieus? Ik schrik me kapot. Oh my. Zit er daar eentje God. Schuim tegenover, zat er eentje. En jij komt de hoek omlopen, zonder baan. Ik zeg ook gewoon nog, yo boys, boom, ja, kapot. Ik zit door de muur daar te kijken, dan zat je. Wat een mokerbout ben jij. Oké, goed. Waar is het? Hier. Ja, hier binnen zitten ze. Oh, daar al helemaal. Oh, fuck, niks van gelukt. Heb jij explosieven, Roy? Nee, ik heb helemaal niks. Dus we kunnen gewoon naar binnen. Want ik heb explosieven, ik heb ze. Oké, go. Dan ga ik hier gewoon lekker wachten. Volgens mij heb ik flashbang, dus misschien is dat handig. Moet ik die hier op plaatsen? Ja. Explode bullshit. Zal ik eerst? Go, kijk, go. Komt-ie. Explode it. Zijn je cooked granaten? Oké, ik ga van veilig staan. Go. Aan de kant, Jan Bas. Eentje achter bro, eentje rechts van mij, eentje links achter de kast. Twee rechts van mij. Got him! Goed zo, twee rechts. Netjes. Lekker. Pak ze op, ik verdedig je. Waar de fuck is de laatste? Niet hier. Ja, die zit in de gang, die heeft mij doodgeschoten. Oh, daar is hij. Ah, wauw. Ja, hij is daar. Got him.
Lekker boys, lekker, nice. Ja, dan wat hij jou. Ja, check, check dit. Ja, dat, ja, ik liep niet achter. Ik ging gewoon, hey, mid shield, mid shield. Oh, wat? Door hem neer. Wat? Nice dude, nice. Lekker, lekker. Oké, okay, ik ga voor, ja, maakt niet uit. Ik ga voor Kavira, die is cool. Kavira, what the fuck, maakt het niet uit. En dan met deze karakter kan je zeg maar sluipen door het huis. Dus dan heb je een special. En dan pak je je pistool. Die is dan als het goed is one shot kill. Of two shots. Dan kan je dus gewoon. Ja, het klopt wel wat ik zeg. En dan kan je sluipen door het huis. En dan. Ja, yeah, is wel fucking nice. Kom maar eens. Dus dat is best wel leuk. Dan kan je een beetje sluipen. En je hebt van die bommetjes die heel snel afgaan. Dus impact grenades toch? Wat zeg je? Van die impact grenades heb je toch? Ja, klopt. Weer hier dan, wat een originele plek dit, hè? Ja, is toch nieuw? Ja, echt hè. Ja, ja, dit dus... hebben we nog niet gespeeld, nee. Je hebt, in casual heb je een bepaalde kans om dezelfde plek als tegenstander te krijgen. Dus als die kans de hele tijd blijft activeren. Net zoals die kans waarmee je deed het als aanvalspel, zeg maar. Ja. Echt, ik heb nog nooit, maar dan ook nooit defense gedaan. Same. Nee, als begonnen. Ik ben ook nog nooit als defense begonnen. Ik één keertje, ik heb het zelfs gesnapt naar jullie. Ja, ik ben ook één keer als defender, of twee keer als defender. Ik heb nog nooit. Voor de rest alleen maar als attacker. Je bent spotted. Dat is maar zo'n drone. Got him. Denken jullie dat ze via beneden naar boven komen, of denk je dat ze gewoon gelijk via het raam komen? Hij zit onder het desk. Maar goed, oké, we moeten nu even stil zijn, ja? Dan kan ik even sound checken. Gewoon als je wat hoort of als je wat ziet, moet je even zeggen. Oh, ik denk dat met je vingers knippen of zo. Nee. Hallo, Shen. Waarom heb je hem niet gereinforced? Je kunt hem zelfs nog de muur compleet opblazen. On your crime. Kom, volgens mij bij jullie. Target, nee, ga maar. Moet ik dit dichtmaken of niet? Mag. Ja. Wat doen? Waar zijn ze in het raam? Ze zijn boven, right? Ja, oh, ik zag iemand op het dak. Op het dak? Ja, helemaal op het dak bij dat raam. Als ja, rechts op het dak waarschijnlijk. Ik zit in kitchen beneden. Gewoon ver beschoten. Wel echt even call out als je het ziet, ja? Want dat is wel echt belangrijk. Als je iemand voelt naar beneden zit lopen, ik zit beneden dus. Ik zou geen window peeks doen. Vooral niet als verdediger. Mm-hmm. Gewoon lekker laten komen, joh. Moving sure. Back. Ja, dat is onmogelijk terug. Ik kan iemand voor 50 HP healen, drie keer. Maar... Oh, er zit iemand daar buiten. Zij hier ook. Er is zo'n ding, zo'n... Bij de deur. Oh, nee. Oh, hoezo is die hostie? Wat de hel? Opgeblazen. Zo'n guy met zijn schild, pas op. Oh, voor ons ook. Nice, dude. Die guy met zijn schild staat er nog. Ik loop nog steeds beneden rond. Zit nog steeds iemand buiten op de iemand plaats? Iemand zit buiten nog. Wanneer gaat het schild stuk van die guy? Niet. Hij is bijna dood. Ik heb hem. Nice. Kan je mij healen, Jan Bas? Kom naar je toe. Ja, kom voor het raam. Edo, dat is een trick. Wel stil blijven staan, want als ik... Edo, laat hem maar. Oh, sorry. Oh, er zit eentje op de buitenplaats en eentje op het dak. Wacht. Je kruipt ook echt niet. Ja, ik zag het, ja. Dat was echt heel, heel bijzonder. Dat was gewoon bijna knap. Je moet hem ook even hier, anders kan. Nee. En zie je buiten die gast? Ja, twee. Er zit eentje op het dak en eentje op het dak. Ik heb 5 HP, jongens. Sven, mag ik er langs? Hoi! Oh, ik word... Oh, dit is easy. Alsjeblieft. Dankjewel. Hoi, ze gaan ze je spot, hè, als je buiten komt. Ja, ik zie hem. Right, spuiten. Nice. One left. Waar is je laatste? Op het dak ergens. Echt? Of is Illo die op mij schoot? Lekker! Holy fucking shit, jongens. We hebben gewoon 3-1 gewonnen. Nice. Iedereen minimaal 3 kills. Ik zag je, Illo. Max 3, Illo 4, Sven 3 en Jan Bas 4. Wat was dit een balanced game, jongen? Holy fuck. Dit was echt heel sick. Echt super nice. Dat is helemaal leuk als eerste potje gewoon voor de opname. Is dat natuurlijk best wel... Dat is wel vet. Ik ben best wel trots op dat we gelijk zo'n lekker potje hebben neer weten te zetten. Super nice. En ik denk dat wij gewoon gelijk nog een potje gaan doen. Gewoon lekker naar potje 2. Ja. Let's go. Mm-hmm. En wij gaan nu de map spelen Consulaat. Nou, hartstikke leuk. Ik word niet goed. Deze map volgens mij... Hey! We beginnen met die fans! Ik word niet goed.
Ik denk ook eventjes dat ik niet goed word. We beginnen gewoon als defense. Dat is normaal nooit. Je begint echt altijd als attack. Dit is letterlijk voor Max de eerste keer dat hij begint met defense. Ja, en die fucking, ja, weet ik veel hoeveel potjes Max en ik al samen hebben gespeeld. Voor Sven ook dit. Erbij. Ja, bizar dit. Bizar. Maar goed, dit kan dus ook. Je kan met defense beginnen. Het gebeurt alleen zelden. Maar geen idee waar dat kan liggen. Misschien ligt het aan level of zo. Denk het niet, maar... Mijn stem, jongen. Ik heb er al zo lang last van trouwens. Dat is echt bijzonder. Goed. Ik ga met Caviera. Vond het wel leuk net. Alleen, wat wel raar was, die Montaigne, hè, die gast met dat schild. Ik kwam zeg maar achter hem en ik had echt minimaal 3 pistolkogels in hem geschoten, maar hij ging gewoon niet dood. Ik heb uiteindelijk gefinished met mijn normale gun. Hij strookt die gozer die armor dropt, of niet? Terwijl ik in die hunt modus was, weet je wel, in die sluipmodus. Dus dat is niet helemaal dan het werk, denk ik, ofzo. Als je met 2 kogels in hem. Nu hebben we bommen die we moeten defenden, of niet? Ja. Dat is leuk, hè, bommen. Ja, dat is inderdaad leuker. Ja, dat is ook wel leuk om... Nee, ja, voor de dit is objective room. Dus hun moeten in deze kamer zijn, alleen, zonder ons, en dan binnen. Ik heb geen flag ofzo. Oh nee, gewoon objective. Okay. Ja. Netjes. Hardpoints, zo noemen ze dat op Call of Duty als het goed is. Ja, dat ja. Ook niet helemaal, want met hardpoint moet je dan weer heel lang in de ruimte zitten en dan moet je... Sven, nee, Sven, nee. Die, doe alsjeblieft deze. Wat wil je dan hebben? Die? Ja. Anders kunnen we heel makkelijk binnenkomen. Nee, is dat dan doe ik wel deze. Ik heb er nog eentje hoor. Max, doe deze eerst. Ik weet dat de drone hier is. Waar wil je er nog een hebben? Oké, jongens, er komen ze aan. Gewoon weer call-outen als je iets ziet. En verder gewoon... Ja, stil wil ik ook weer niet zeggen, maar je snapt wat ik bedoel. Gewoon alleen nuttig dingen, oké? Als iemand er nog een heeft, die muur. Dat heb ik niet. Ik heb wel een raam. Oké, dan ga je maar naar beneden, ja? Ik dek het hier wel. Ja, ik ga nog even zo'n spijkermat ergens neergooien. Jan, wat de hel? Nou kunnen ze niet naar binnen lopen, moet je niet eens springen. Oh. What the fuck was dat? Dat was een triple flash van die Zo, hè? Ik weet niet hoe ze heet. Ik schrok ervan. Wow, Roy. Wacht, dus. Is best dus boven. Nee. Oh ja, jawel. Ze zijn wel boven me. Boven flash op verdieping 3. Oh, wow. Of het was een smoke, trouwens. Roy, je bent net op tijd weg. Tot helemaal... Oh, iemand op de trap. Iemand op de trap. Oh, je bent gesmacht. Eén iemand is binnen, bij die witte auto. Oh mijn god, hij heeft me. Dude, hij kleeft het hier al. Oh kut, en iemand is ook op de trap natuurlijk. Oh fuck. Oh fuck, ik ben dit. Hij zit achter die witte auto. Deze gast weet wat hij doet. Ze hebben gas, dus als je nou op staat, zien ze je waarschijnlijk wel. Oh shit! Oh! Ik denk, ik ren er gewoon op in. Zitten 3 op de trap. 2. Die muziek. Nog 1 op de trap. En links van je, holy shit. Kom een drone. Ah, kut! Mooi probleem. Nice, deze mensen zijn level 100 plus. Level 100 plus deze guy? Ja. Waarom worden we tegen hem gematcht? Dat snap ik niet. Dat is toch echt bijzonder bouwd gewoon. Wij komen net spelen, jij speelt dan al langer, maar... En dan komen we tegen zulke gasten, dat is dan wel crap. Maar ja, goed, het is niet anders. Hij was goed, die guy was echt goed, die wist duidelijk wat hij deed. Want hij was ons vol aan bombarderen en aan het shotgunnen en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, we kwamen op zich nog best wel in de buurt. Uiteindelijk was het 1 tegen 3. En toen killde ik nog eentje, dus was het 1 tegen 2. Dus ik vind dat we nog best wel close waren gekomen. Ja. En nu hebben wij attacking. Ja. Dus het kan natuurlijk ook helemaal op de andere kant ervan. Dus laten we kijken of dit gaat lukken. Allereerst maar eens het doel vinden. Dus waar moeten wij überhaupt zijn? Wat is hetgene wat we kapot moeten maken? / wat is hetgene wat we moeten doen? Moeten we iemand escorteren? We gaan het zien. Dat is het potje hetzelfde. Ja, never mind. Garage is clear. Garage is clear? Dus niet dezelfde. Ja, heel de basement is clear. Dan denk ik dat ik weet waar ze zijn. Oh, hier ook. Ik hoor ze. Ja, ik hoor ze ook al. Ze zijn officers. Ja, klopt. Ja. Got him. Spotted. Nice. Oké. Heb gespot.
Degene die meeste spot, die moet wel echt altijd sacrificen. Nice spot, jammas. Oké, let's go, boys. Zat er iemand op die ronde trap, trouwens? Nee, maar dat is wel heel chill dat ze boven zitten. Dan kunnen we allemaal met zo'n upsell dingetje, weet je wel. Rattle. Oh, dat ben je echt easy target voor een level 100. Ja? Ja. Hoe zit dat? Nou, ik zou gewoon beneden naar binnen gaan en dan naar boven wil je weg. Deze mensen gaan waarschijnlijk ook naar buiten rennen en zo, hè? Ja, dat is echt zo shit, jongen. Als ze dat doen. Als shotgun recruiters doen, dan gaan ze ook pushen. Oeh, ik zag er eentje. Carvier, loopt die bij mij? Zet, Roy. Heb je handen doen? Ik kan echt op hier. Top achter je. Hey, Carvier was hier. Ik heb er één keer geraakt, dus zij er nog even van finish. Ja, ze lopen maar nog. Ze hebben een jammer daar binnen staan, hè, Max. Dus je kan niet met Ik zou dat niet proberen wat je doet. Ze door de muur heen of zo. Holy shit. Kan dat? Oh, wat? Ja, als ze een gat heeft. Oh, ze zit in de badkamer naast ons. Ik heb er eentje. Dus links, Sven, links. Ja. Yeah, let's go. Tering. Oh, netjes. Tering is dood. Lekker, Sven. Nou ja, dan zullen wij hier naar beneden. Pas op, Roy, yeah. Nee, stop. Mine voor je. Kan zijn dat ze hier zijn. In de deur. Is die rode streep? Holy shit, Jan Bas. Wat schrijven. Hoe maak ik hem kapot? Ja, dat ding kapot. Ja, hij ontploft niet, dus. Pas op, zit een rode streep hier, Max? Moet ik even destroyen? Ja, maar er zit hier iemand. Oké, okay, boys, pas op. We can do this. We can. Kijkers, als jullie trouwens tips hebben voor ons, stem beginnen wel heel erg te worden. Dan moet je even... Achter de bureau, of achter de deuropening. Ja, wat is de deuropening, links of rechts? Laat dan even tips achter in de reacties, dat is wat ik wilde zeggen. Hello, links of rechts? Links. Rechts. Dat is Roy. Vanaf Roy en Sven's kant aan de rechterkant, als je naar binnen loopt. Zit nu achter een muurtje te wachten. Ik heb zicht op hem. Ga terug, ze zenden met z'n tweeën volgens mij. Ik heb hem gekregen. Ja, wat is mijn special? Ik zie waar ze zitten. Die reinforced muren kun je kapot schieten. Sam, ga weg naar die muur. Even kijken. Oh kut, ze hebben mijn drone gesloopt. Sam, kom. Dat is nuts. We hebben nu een passage. Ja, maar hier zit ze ook nog een deur daar. I know. Er zitten twee of drie mensen daar rechts. Als je bij Gooi naar binnen zou gaan. Nice, één. Dat is één. Pas op met pushen, jongens. Wacht, ik hou sowieso wel die andere kant. Ik heb iemand geraakt, daarom. Max heeft iemand gedowned. Oh, ja, nee. Lekker! Boom! Hoppa! Zo, jongen. Hebben ze nog geklapt ook, hè? Hoe dan? Sick. Jongen, wat zijn we een goed team met z'n allen, gast. Hier. Echt, hè? Ik zag dat er eerst even niks van, maar ik had er eentje gedowned. Toen jij hem killde, ging die andere vervolgens ook dood. Ik snap het. Ja, als iemand gedowned is, en de rest is allemaal dood, dan kan hij nooit herleverd worden. Dus dan killt hij spel hem. Ik vind dat we het best wel goed doen. Oh, maar voor eerst opname. Zeker. Vind ik echt dat het niet slecht gaat. Oké, okay. Nou, ik ga weer lekker met Caviera lekker een beetje sluipen door het hele huis heen. Hartstikke leuk. En dan moeten jullie maar gewoon weer even een goede setup neerzetten. Ben jij nou die character, Jan Bas, waarmee je pakketjes kan pakken voor betere armor of zo? Nee, ik ben zijn goede vriend Doc. En die heeft 3 stim. Pistol. Oh, jij kan healen. Ja. Oh, dat is zo nice, jongen. Oké, wacht. Betere setup moeten we hebben bij de trap. Heeft iemand veel traps? Want die moeten op de trap. En nee, de Garage Door moet gewoon goed verdedigd worden, oké? Ja. Ik kan die Garage Door sowieso inderdaad helemaal... Je hebt been spotted, rijdt er al een drone binnen. Ik weet niet waar, maar... Ik versterk deze muur wel hier zo. Met 2 van die dingen. Ja, die daar naast mij erin. Ik geef even de hatch boven reinforced. Dat kan ik namelijk... Ik heb nog een muur. Die je neerpompt ergens. Gewoon doen. Gewoon ergens. Die was niet handig, zei hij hier. Zei. En hebben er nog meer mensen traps of was dat het? Ik heb geen traps. Ik heb traps. Okay. Ik zit nu in cafetaria. Ik ga dit defenden, ja? Ik defend. Wil je schild hebben ergens hooi op de grond? Ja, heel graag. Als je hem hier neer kan zetten, perfect. Gewoon hier voor de deur zo. Ja, perfect. Als je hem schuin in de deur zet, dan moeten mensen de kamer in springen. In plaats van ja, dat doet hij nu kun ook. Je niet makkelijk weer erin eruit. Ik zit bij dat raam daar en heb ik een C4 neergelegd. Ik word alleen maar gedazerd. Ja,
Ja, daar rijdt er in drone. Die lopen hierboven. Oh, daar rijdt er een shock drone. Die moet echt kapot, want die zijn zo kut, die shock drones. Die ga je kan jij dat fixen, Jan Bas? Jij kan dat wel, denk ik. Je weet wel waar die is. Hij zit volgens mij onder deze auto. Jan Bas staat voor de duidelijkheid, jongen, speelt al veel langer dit spel. Kijk, top. Dankjewel. Trouwens, iemand heeft de C4 daarin neergegooid. Die dingen ontploffen niet automatisch. Nee, nou, maar ik heb hem in de gaten. Oké, nice. Ik kan een raam maken ergens. Boven. Bij de trap weer. Boven? Ja, ergens hebben, Jan. Volgens mij wel. Weet je, ik kan hier op zich wel een raam plaatsen. Zo laag mogelijk. Oh, ja, dat... What the hell? Nice. Nice, hoor. Het is niet echt laag, maar... Ja, nee, ik liet hem behoorlijk los. Daarom zei ik, oh shit. Ja, pas ik heb gewoon nog 100 held. Er rijdt een drone op de trap. What the fuck? Ik ga door de muur, Jamas. Hè? Zit je nou door de muur? Nee, ik schiet het ramen van de auto kapot, zodat ik beter zicht heb. Oh, dat is fuse. Pas op. Gewoon afgaan. Ik hoor niet goed. Auto-alarm gaat af. Come on, boys. Oké, pip pip. Haal even het contact van de auto af, Edo. Hoe moet dat? Nee, grapje. Die gaat automatisch uit. Ik denk mijn C4 is stoot, dus ik kan maar door die deur, denk ik. Yo. Oh. Nee, was een shock drone, maar ik heb hem al niks. Waar ben jij, boy? Kut, ik word geschoten. Ze zijn op de trap. 2. Ik moet geheeld worden. Ik ben 23 geld. Kom maar, waar ben je? Ik kom naar je toe, Oh, kut, zit hier. Holy fuck. Oh. Oké, Jan Bas, please heal. Sister. Kom yes! Snel hierin, kom. Kijk er nog in. Zit er eentje buiten? Lekker, Jamas! Nice! Oh, jongens, we zijn echt. Nee! Word ik achter me geschoten! Oh, hij staat op de trap! Oh, ik liep precies vanwaar? De verkeerde plek op. Ik sliep precies de verkeerde kant op. Hij zit in zijn ziel. Oh, hij heeft met de sniper heeft hij me gekild. Sven, daar boven op de trap. Ah, ja, dat is te goed. No. Hij zit er op de trap, Sven. Je kan hem hebben. En je kan hem meteen nu schieten. Hij zit achter. Ah, je keek net het verkeerde moment weg. Edo, als je niet inzoomt, dan schiet je kogel niet waar je naartoe kijkt. Oh, jammer. Nee, maar niet uit, we gaan het gewoon fixen, jongens. Komt goed. Hij heeft een OP gun. Ja, deze guy is gewoon ook die smoke, hij kan door die smoke heen kijken, die dropt hij zelf, zeg maar. Hij is ook inderdaad echt te goed, dude. Nou, hij is best wel goed. Oh, Sven, je bent een character. Let's go. Jammer, boys, helaas. Oh, ik wil de jack aan. Die gast is gewoon ook goed. Ik snap ook echt niet waarom we tegen hem gematcht zijn. Daarom vind ik het ook echt knap dat we één ronde hebben gewonnen. Dat was ook gewoon attack round, jongen. Dat is echt fucking ziek. Edo, you stop my character. Fuck you. Attack moet je ook gewoon lekker slow aanpakken. Want je hebt zoveel tijd eigenlijk, hè. Dat is bizar. Ja, in casual wel. In ranked heb je echt 1,5 minuut of zo minder. Echt? Ja. Oh shit, dat is dan wel even wennen dan straks als we competitief gaan spelen. Maar komt goed. Oké. Let's go, we gaan weer het huis binnen. Vind het doen. Verdomme goed. Nou, gaan we hier kijken, Jamas. Garage gelegen. Garage. Ik zat vast in de brullenbak, ik kan niet wachten. There we go. Nou, beneden volgens mij niet. In garage ook niet, toch? Nee. Nee. Ik denk dat we in de plek van te strak zijn. Offices? Ja, dat denk ik wel. Offices. Nee, zijn ze niet. Echt niet? Daar zijn... Huh? Oh, daar weet ik waar. Zit ze in die hoek. Ja, het zit ze in die hoek, weet je wel. In die grote, ronde... Ja, ik kan het niet omschrijven, maar ik weet denk ik wel waar ze zitten. Ja, ze zijn archives. Dat is ook niet aan de andere kant van de garage. Oh, hier beneden. Hier beneden, veiligstellen. Wat? Hoe heb jij het gevonden? Ja. Hoe? Dag Edo. Succes, je pakt hier boven. Je kan gewoon nu nog met je drone, hè? Klopt. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. We going in. Oké, let's go, boys. Al rustig aanpakken, we hebben 3 minuten 30 de tijd. Dus... Ik heb alleen flashbangs, geen. Roy, kun je deze kapot schieten? Welke? Deze hatch hier. Hatch hier shotgun. Wow! Oh. Ik weet niet van waar. Maar... Ik heb geen idee van. Oh shit. Nou, dat was the end of the story. Werd je ook gesmeekt? Ja, zeker. Ja, ik wilde hij zat letterlijk gewoon achter. Die Jan Bas zei en toen was het kapot. Maar die gast die is gewoon te goed. Die is gewoon level 100 of zo. Ik vind het heel gek dat we verliezen dan.
Hoe kan je dat zien trouwens, welk level die is? Dat ik zie dat tap inhouden en dan naar iemand toe gaan met pijltje omhoog, pijltje omlaag en dan enter. Oh, en dan ga je zeker naar zijn Steam profile. Level 116. Nee. Hey jongens, jullie moeten Jan Bas echt even revive, ligt bij de ingang. Edo, jij bent heel erg in de buurt. Ja, maar het zit daar helemaal vol, dus ik kom daar niet verder. Ik ben nu ook dood. Rip. Wat is dit nou weer? Oh, oké. Erbij. Ja, die snowstorms, jongen. Die heeft letterlijk 4 mensen gekillt, volgens mij, of niet? 3 in ieder geval. Nee. Heeft hij goed gedaan. Ze hebben 2 levels boven de 100 en zeg maar dan 3 lagen. What the fuck. Jezus, okay. Lekker eerlijk. Nice, nice. Oh. Nice. Oh. Jammer. What? Jammer. Ja, het was gewoon binnen of zo. Die gast? Hij liep heel rustig naar binnen, volgens mij. Hij schiet ook letterlijk 1 kogel van, hij weet toch al dat je dood bent. Oh nee, wacht, laat maar. Dank. Ah, die gast is goed hoor. Wat een guy. In ieder geval, beste kijkers, dit was dan al gelijk weer de Rainbow Six Siege video. Mijn allereerste dus op mijn kanaal. Eerste potje ging super goed. We hebben super goed samengewerkt en dat resulteerde ook in een overwinning. Tweede potje vind ik ook dat we goed hebben gespeeld en ook goed hebben samengewerkt. Maar we kwamen gewoon tegen te hoge levels. Ik had trouwens gewoon 4 kills, what the fuck. Oké, in ieder geval, dus ik had, het was ook best wel weer een leuk potje, vond ik zelf. Alleen we hebben verloren, maakt niet uit, was super leuk. In ieder geval, elke woensdagavond dus, om 7 uur 's avonds op mijn kanaal, een nieuwe Rainbow Six Siege video. Hopelijk vind je het leuk, smash je nog eventjes dat duimpje omhoog, mocht je het niet gedaan hebben. Check ook zeker de kanalen van Ido, Sven en Max, die kan je vinden in de beschrijving. En check me altijd graag weer bij een nieuwe video, morgen om 4:30. Laters!